Friesland is het decor van een nieuwe politieserie die in augustus wordt opgenomen. Maandag was de presentatie van de castleden in de Blokhuispoort. Actrice en presentatrice Wendy van Dijk zal de hoofdrol gaan spelen. Wat kunnen de kijkers van de serie gaan verwachten? Nou, het is een hele spannende politieserie met 6 vaste figuren. Die 5 die al een tijd met elkaar hebben gewerkt en op elkaar zijn ingespeeld. En 1 iemand die daar tussen wordt geplaatst en een hele andere manier heeft van zaken aanpakken. Op een hele intuïtieve manier. En iedereen moet daar enorm aan wennen. En ik ben degene die moet zorgen dat alles goed verloopt en in goede banen wordt geleid. En wat voor personage zal Wendy gaan spelen? Dat is Fenna Kremer en Fenna die is overgeplaatst naar Friesland en dat is een hele eigengereide, impulsieve, verstrooide dame. En ik denk dat het heel belangrijk is dat politieagenten elkaar blindelings kunnen vertrouwen en grip op elkaar hebben. En ik geloof niet dat ze echt grip hebben op zo iemand als Fenna. En zijn de acteurs de Friese taal eigenlijk wel machtig? Nee, ik spreek nog helemaal geen woordje Fries. Ik heb net van je collega's het woord voor gevangenis geleerd, maar dat ben ik weer vergeten, dus dat is stom. Ja, daar had ik natuurlijk me op moeten voorbereiden, hè? Dus ik zal hier en daar wel wat oppikken, dat zeer zeker, ja. Boete breien en kreener zies, die dat net zes ik hem, is geen opgejochte Fries. Friesland boppen. Hai.